Je bent op een motor helemaal van Almelo naar Nepal gereden. Hoe komt het zo dat jij zoiets gaat doen? Dat is eigenlijk een droom van mij geweest sinds ik 18 ben eigenlijk en op een motor rij. Wat heb jij al zoal gedaan om zeg maar beslagen ten ijs te komen? Dat is te veel om op te noemen. Ik ben ongeveer 1,5 jaar bezig geweest met de voorbereidingen. En al die voorbereidingen, dat gaat bijvoorbeeld over je eigen gezondheid, fysieke gesteldheid. Maar ook de administratie, je visa en dat soort dingen. Je motor, je kampeerspullen. Je kunt het niet opnoemen hoeveel dingen je moet voorbereiden. Mensen zijn zeer hulpvaardig. Dat heeft mij ook ontzettend geraakt. Dat een wild vreemde komt met een motor, komt aanrijden. Mensen vinden het fantastisch. Maar dat je dan ook uitnodigt voor de thee, voor eten en zelfs een slaapplek. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Op 24 juni ben ik vertrokken en ik ben op 30 september ben ik aangekomen in Kathmandu. Het is echt onvoorstelbaar wat je zo op de weg tegenkomt. Je verwacht het gewoon niet. Je denkt van nou, ik rij wel en ik zie wel. En dan kom je in één keer iemand tegen en dan denk je, hoe is het mogelijk? En ook als je bijvoorbeeld een slaapplek nodig had, op het moment dat je geen hotel ziet en je kijkt om je heen en er komt iemand aan die zegt van, zoek je een slaapplek? Kom maar met mij mee. En je hebt ook dagenlang in de woestijn gereden. Is dat niet eng? Ja en nee. Het is eng omdat je beseft dat je helemaal alleen bent. En als het misgaat, dat er ook echt geen hulp voor je is. Aan de andere kant is het zo van die desolate gebieden, die zijn zo prachtig, zo ontzettend mooi. Het is heerlijk om in the middle of nowhere je tentje op te zetten, je potje te koken en dan heerlijk te gaan slapen onder een sterrenhemel. En verder heb ik op mijn motor een tas met keukenspullen en daar zit altijd ook wel wat te eten in. En als ik in de bewoonde wereld ben, dan haal ik ook altijd even wat groente of wat rijst of wat pasta. Ik heb altijd wel eten in mijn tas. Er zijn een aantal landen waar best wel heel veel spanningen zijn en waar je als buitenlander toch goed moet uitkijken wat je doet. Uiteraard heb ik me op die landen heel goed voorbereid en goed ingelezen van hoe het daar in zijn werk gaat. Bijvoorbeeld in Turkije zit een flinke populatie beren. In de woestijn daar heb je heel veel slangen en schorpioenen. Op zich, al die beesten, dat is geen enkel probleem, zolang je je tent maar dicht houdt. Met de beer is het zo dat je moet zorgen dat je geen eten in je tent hebt, maar dat je dat 50 meter verderop in een boom hangt. Waar ik niet gekampeerd heb vanwege wilde dieren, dat was in Nepal, omdat daar een tijgerpopulatie zit. Dat durfde ik toch niet aan. Ik ben naar de stichting Nepali Children geweest. Die zit in Mandampur met een kindertehuis. De stichting die helpt kinderen om te studeren. Je moet weten dat heel veel mensen zo arm zijn dat ze zelfs een schriftje van 5 eurocent niet kunnen betalen. Ik had met mijn motor in India over de hoogst bereikbare pas willen gaan. Dat is Leh Ladakh, de Kardungla heet die bergpas. Een hele mooie bergpas, 5650 meter hoogte waar je dan op kunt rijden. Nou, dat leek me echt fantastisch en dat is helaas niet gelukt. Ik ben gestrand op 4300 meter in een halve meter sneeuw. Thank you.
je het nog een keer weer overdoen? Ja, dat is een volmondig ja. Het is echt geweldig om zoiets mee te maken. Niet overdoen in de zin van hetzelfde traject. Maar er zijn nog zoveel plekjes op deze aardbol waar ik nog niet geweest ben. En die minstens zo spannend zijn. Ja, absoluut.